hij niet bij de doorzoeking en de fouillering. Ja, oké. Okay. En als we, u mag hem even neerleggen, meneer. Ja. Heeft u scherpe voorwerpen bij u of andere dingen waar mijn collega's zich aan kan voelen? Nee. Oké. Okay. Kietelt een beetje. Ja, dan. We zijn hier op het voorlandplan met een WWM. Anders dan een GSM. Ja, dan voorlandpad bij de dierenbescherming, dierenambulance. Moet ik mijn broek uittrekken, politieagent? Nee, hoor. Dat is ontvangen. Dat is mijn geld. Ja, dat... Leg me op de bank neer, alsjeblieft. Een WWN? Ja. Wat een rare iets. Met wapens en munitie. Ja, hoort erbij, je. Nou, ik ga zelf weten. Mag je even met mijn collega even meelopen? Ja. Ik mag er niet bij staan als ze mijn auto controleert. Nee. Okay. In ieder geval niet direct voor mijn veiligheid. Ah, oké. Okay. Dat begrijp ik. Maar waarom heeft u strafblad? Wat zegt u? Ik heb best wel veel direct op uw naam staan. Wat is dat allemaal? Nou, ik ben iemand die... Zeg maar, als ik een probleem met iemand heb, ja, dan los ik dat altijd gewoon op. Zonder justitie, aangezien jullie het altijd een beetje druk hebben, zeg maar. Het gaat niet zonder justitie, want u bent heel vaak veroordeeld. Klopt. Voor heel veel antecedenten. Klopt. Dus het gaat niet zonder justitie. Kunt u mij één veroordeling laten zien dan? Nou, u heeft een hele waslijst. Ik heb nul veroordelingen op mijn naam. Nul? Ja. Omdat ik altijd heel slim ben. Oh, hartstikke goed. Houd maar ik heb nul veroordeling. Want kijk, je zegt nu iets in het beeld over dat ik veroordeeld ben. Voor wat ben ik veroordeeld dan? Klopt, u heeft antecedenten. Mijn collega zei het al. Ja, oké. Okay, met wapens en munitie, bedrijven. Ben ik daarvoor? We zien het allemaal. Maar ben ik daarvoor veroordeeld? Ik ben altijd vrijgesproken en ontslagen van rechtsvervolging. Ja, ik denk het ook. Komt omdat jullie een beetje een zwakke justitie hebben, zeg maar. Hartstikke goed. We zijn echt dom, ik zweer dat je. Ja, dat is goed. Vind ik niet interessant. Maar u vraagt daarna, ik geef gewoon antwoord. Maar u kunt niet zeggen dat ik ben veroordeeld. Ik ben nog nooit veroordeeld. Hartstikke goed. Ja. En ik ben sowieso een beetje liefhebber van wapens. Hartstikke goed. Daar kan ik vrij weinig aan doen. U heeft ook een hele mooie wapen. Toch? Is dat zo? Nou, het is eigenlijk een Walter. Ik ben niet zo fan van Walter. Ja. Wilt u niet weten wat mijn lievelingwapen is? Nee. Echt niet? Nee. Nee, maar gewoon als mannen onderling. Je kan toch vragen van, oké, wat is je lievelingswapen? Nou, vertel. Nou, ik vind een Beretta echt heel mooi. Nee, vind je dat niks? Wat is jouw lievelingswapen dan, zeg maar? Even los van het feit dat je dan met deze werkt. Lange wapens, denk ik. Echt? Shotgun? Nee. Je bedoelt gewoon een revolver met een lange loop? Nee, dat is geen lang wapen. Oké, okay. Wat is dan een lang wapen? Als je verstand van wapens had? Nee, ik kan wel heel goed schieten. Dat kan ik wel. Ja, ik denk het ook. Kalashnikov heb ik wel eens meegeschoten. Nou, met Russische kogels, niet de Amerikaanse. Kalashnikov kan je niet goed meer schieten. Huh? Nee, hij heeft geen goede... Het is op 60, 70 meter is het perfect. Maar het is geen lange afstandswapen, zeg maar, om mee te schieten. Inderdaad niet. Nee. Maar hij is wel betrouwbaar, kijk. En daar doe je het voor. Maar wel raar, WWM. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord ofzo. Zo vet. Nee. Ik moet er echt een keer voor aangehouden. Huh? Zou je toch weten? Zo vaak aangehouden dat niet meer. Oh, ik word heel vaak aangehouden, staande gehouden, maar nog nooit te veroordelen. Moet ik trouwens niet blazen? Je moet wat minder drinken. Ik drink niet. Oh. Ik heb nog nooit gedronken. Dat is gunstig. Hou dat vast. Hebben jullie iets op mijn strafblad gezien over, tenminste strafblad, nou verraad ik mezelf bijna. Maar ik heb nog nooit alcohol gedronken, echt nog nooit. Hou dat vast. Ook nog nooit gebloot, gerookt, echt nog nooit. Ik ben alleen gek op meisjes. Marokkaans mag geen vriendje hebben, dus ja, dat moet toch wat, hè. Mag ik nu wel kijken wat ze in de kofferbak aan het doen? Dat is ook nog steeds niet. Ik ben vlogger trouwens. Hartstikke goed. Van crimineel naar vlogger. Het is een hele rare sprongetje, of niet? Nee, joh. Nee? Doet is toch beter, toch, of niet? Doet iedereen tegenwoordig, dus. Ja. Leef je uit.
Ze hebben me wel vorige keer mijn YouTube kanaal verwijderd. Zo fucking vervelend. Dus ik moet nu weer helemaal opnieuw beginnen. Doe je dat toch? En nee, het is heel vervelend. Als je heel veel abonnees hebt en ze verwijderen je YouTube kanaal, je moet weer helemaal opnieuw beginnen. Dat is toch kut? Ik heb me vaak uitgelaten over homo's, dat ik daar niet zo heel blij mee ben. Ik ben een beetje anti-homo. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Dat was zeg maar hetgeen wat, zeg maar, wat ze het meest verwijderen, zeg maar. Hoog niveau, kan niet anders zeggen. Ja, ben je homo? Nee toch? Nee, maar ik vind het wel hoog niveau. Ik vind het wel heel smerig, zeg maar. Maar ik vind het raar dat je dus in Nederland niet mag zeggen dat het smerig is. En dat vind ik raar. Het wordt je bijna zeg maar opgelegd dat je het zeg maar moet accepteren, snap je? Nee hoor. Dan heb je het niet goed door. Nou, je kan in elk geval geen mening geven dat je het zeg maar minder vindt. Dan word je al heel snel als een homofoob gezien. Terwijl ik het gewoon smerig vind. Weet je? Ik bedoel, iedereen vindt iets smerig, maar dat maakt niet, het geeft niet gelijk aan dat je gelijk een homofoob bent, toch of niet? Nee, zonder grap. Als jij zeg maar nu voorstelt dat er een piemel in de kont gaat, dus een piemel van een man, gaat in de kont van een man, dan is dat niet echt iets dat je denkt, dat moeten ze zelf weten. Nee, ik denk dan, gatver, weet je wel? En dat mag je dus niet zeggen. Want dan maak je dan weer homofoob. De meeste mensen die zo praten, zijn zelf homo. Dat zeggen ze dus echt, hè? Ja. Nee, maar dit is dus echt niet zo. Toch wel. Dus jij denkt dat ik homo ben? Nee, ja. Ik vind dat bijna een belediging, wist je dat? Ik ben er niet in geïnteresseerd. Zeg maar, wat de sekse van een persoon is. Ik ben nu aan het werk, het zal me jeuken allemaal. Jeuken? Ja. Oké. Okay. Wat is ze allemaal aan het doen, joh? Ik heb het een beetje koud, zullen we gewoon weer lekker naar huis gaan? Zometeen. Nou mensen, ze zullen waarschijnlijk het wapen niet vinden. En het komt omdat ze altijd, en dat meen ik echt serieus, ze vergeet altijd te kijken bij één plek in de auto. En de keer dat laten zien, dan heeft ze niet naar gekeken. En daarvoor bewaren ze zeg maar de wapens. Je hebt in je dashboard heb je nog een klepje, die kun je openmaken. En er zit nog een extra laadruimte. En elke politie die mij zeg maar staande houdt, die vindt die plek niet. Dat vind ik echt bizar. Ja? Nou, ik krijg een tweede auto. Oké dan. Mag ik daar nu wel bij staan dat er een tweede auto bij is? Nog steeds? Verandert niks aan de situatie. Nee, echt niet? Omdat er nu misschien meer controle is ofzo? Nee. Hallo. Ik krijg bijna een lange arm van die telefoon, joh. Ja, je hoeft niet te filmen van mij. Nee, dat snap ik. Ja. Nee, dat snap ik. Ik heb het een beetje koud, joh. Echt waar? Ja. Ik ben wel vertrouwd dat er niks wordt neergelegd. Kijk, het is wel veel van de. Doen ze dat niet? Ja, dat doen wij niet. Echt, moet je een ander land zoeken. Nou, er is wel eens bij mij een inval thuis geweest en toen waren er wat dingen in beslag genomen. Ben ik ook trouwens hiervan veroordeeld. Nee. Eigenlijk ben je gewoon een schatje. Ja, maar dat is echt zo, ik zweer het je. Ja, natuurlijk. Ja. Maar in elk geval, toen is er echt geld ontvreemd. Even zonder grap. Ik weet dat ik daar gewoon een x-bedrag had. Ik zweer het je. Ze hebben gewoon geld van mij gestolen. En dit is geen grap. En dat zweer ik gewoon op alles wat mij lief is. Ja. Er ligt niet veel geld in je kofferbak, toch? Nee. Ik ben nu, ik heb nu een uitkering. Dus ik ben gestopt, zeg maar. Met het zijn van een schatje. Kun je deze telefoon van me overnemen? Want ik begin nu echt een beetje een... Ja hoor. wat is het daar, WWN? Voor de derde keer, wet wapens en munitie. Maar dat is raar. Hebben jullie mij wel echt goed gecontroleerd, zeg maar? Want ik heb geen veroordeling voor dat. Ik ben er wel voor aangehouden, zeg maar. Maar ik ben er niet voor veroordeeld. Je bent voor 30 vaten aangehouden, hoe meer is. Dat klopt. Ja, natuurlijk klopt dat. Maar niet veroordeeld. Dat denk ik dat het niet gebeurd is. Nee, dat klopt. Maar ik was gewoon in al die 30 gevallen, ik denk wel meer gevallen, was ik gewoon altijd gewoon onschuldig. Gewoon heel vaak pech. Oh, ze kijkt er nu wel in.
Ja, dat zag ik aan die... Echt warm. Ja. Dat is fantastisch. Kijk, en daarom zegt mijn moeder, niet met slechte mensen omgaan. Als je met slechte mensen omgaat, dan zul je zien dat ze een keertje wat in je auto vergeten. Dat heb ik echt een keer gehad met een vriend van mij. Die had gewoon zijn ding daarin vergeten. Ik zeg, heb niet wat het is. Maar ik was zo woedend, jongen. Ik was echt, echt boos. Ik zeg, je hebt gewoon je fucking ding in mijn dashboard gelaten. Sinds voordat je gewoon gestopt door politie en ze vinden dat. Ik ga toch een probleem in het leven hebben. Ja. Het is wel een lang film. Normaal duurt het altijd 2-3 minuutjes en dan is het gewoon... Geheugen het uithoudt. Wat zeg je? Ik hoop dat je geheugen het uithoudt. Nou, het is meer dat mijn batterij zeg maar bijna op is. Dat zou zonde zijn. Echt kut, ja. Het is toch een beleving. Dat is een flinke première dit. Nou, première? Wereldervaring. Nou, ik zal heel eerlijk zijn, ik denk dat als ik dit filmpje post, dan wordt hij niet meer dan 50.000 keer bekeken. Oh, dat is een mooi top item. Nee, dat is helemaal geen top item. De filmpjes die het bij mij goed doen, die worden rond de 100-200.000 keer bekeken. Tegenval als je wil. Ja. En ik moet er nog echt voor werken ook. Het is gewoon 10 minuten in de kou staan. Ja. Ja. Het is wat. Het valt niet mee het leven. Waarom maakt ze foto's? Waarom maakt ze foto's? Ja. Waarom maakt u foto's, meneer? Serieus? Echt? Maak je nu echt een grap of niet? Nee. Dus je gaat dit op Twitter zetten? Zou kunnen. Hashtag Younes Ouali. Sorry, ik zo vrolijk. In de ochtend. Heb je wel koffie al gehad of niet? Heb je al koffie gehad? Tuurlijk. Ik heb Ramadan. Dus ik mag nu zo meteen geen koffie drinken, maar ik moet, ja. Ook nog. Echt een rotlijn. Nou, ze gaat gelijk even een APK-keuring doen. Het zou me toch schelen, als het zo kan. Heb je een beetje verstand van auto's? Ik werk bij de verkeersdienst, wat denk je zelf mee? Ik denk het wel. Alhoewel ik mijn auto nooit zeg maar zou toevertrouwen aan een vrouw. Ik ben een beetje anti-feministisch. Voor de mensen die nu kijken en denken, Younes, ben je bang, je bibbert een beetje, maar het is echt te koud. Heb jij het koud? Totaal niet. Dit zijn echte Hollanders, die hebben niet zo snel koud. Wij hebben Afrikaanse genen. Ja. Laten we daar maar op gooien. Ja. 10%, kijk. 10%. Nou, hopen maar het beste van. Kan ik mijn telefoon afsluiten? Je kunt het van mij de hele tijd op. Ja, ja, ja. Ik denk niet dat ik deze filmpje ga posten. Niet? Ik vind het juist zo spannend. Mani, jullie hebben gewoon heel netjes jullie werk gedaan. Ik vind je ook echt super vriendelijk. Ik vind hem ook echt super vriendelijk, meen ik serieus. Politievrouw is een beetje zakelijk. Die andere is van de Twitter. Maar het zijn meestal de agenten die zeg maar, zich meestal uit de tent laten lokken waarvan het leuk is om het zeg maar, te posten. Daar ben je naar op zoek. Ja. Wat zeg je? Daar ben je naar op zoek. Het is niet zo dat ik op de snelweg reed en dat ik dacht, ik ben op zoek naar politieagenten die mij staande gaan houden, zodat ik 10 minuten buiten kan staan om dan vervolgens een filmpje te maken. 230 euro is het de moeite waard. Hè? Ik moet wel eerlijk zijn, ook al heb ik een uitkering. Op de een of andere manier heb ik toch wel altijd, Als je zo wil kijken, zeg maar. Ja, maar ik doe er geen reclameadvertenties op. Welk platform zit je dan? YouTube. YouTube? Ze hebben mijn kanaal verwijderd, dus ik moet nu weer helemaal opnieuw beginnen. Oh, oké. Okay. Je krijgt geen inkomsten voor je filmpjes. Word je niet gesponsord? Jawel, maar dat betaal ik nooit uit. Okay. En wat ik gesponsord krijg, dat hou ik altijd voor mezelf. Kijk. Is ze klaar? Ja. U bent klaar, mevrouw? Ja, we gaan bijna spannen.